auto achter de politieauto weet dan ook wie ik moet volgen. We volgen we als 21 uur jullie volgdienst. Hebben jullie het al druk gehad? Nou ja, vanmiddag hebben we hier de binnenplaats opengezet voor mensen. Iedereen kon lekker in de auto's kijken. De kinderen hebben overal aan de knopjes gezeten natuurlijk, dus dat vonden ze superleuk. Dus ja, er zijn wel een aantal, vooral voor kinderen die zich hier gemeld hebben. Dus dat was echt superleuk. Ja. Wat is het doel van de volgdienst van de politie? Ja, nee, wat wij vandaag willen doen is eigenlijk met publiek gewoon mee laten kijken met onze dienst. Zoals vanmiddag hebben we al een aanrijding afgehandeld. En dat plaatsen we dan op Facebook. En het is nu gewoon afwachten op de volgende melding die er komt eigenlijk. Misschien krijgen we geen meldingen. En misschien krijgen we nog wel een stuk of 10 meldingen. Dat is even afwachten. En alles wat we krijgen, dat plaatsen we dan op Facebook. En hebben jullie veel kijkers? Politie Berkelland heeft sowieso meer dan 5000 volgers. Op het evenement kun je je nog inschrijven. Op dit moment zijn er zo'n 100 volgers op het evenement. Maar we gaan het ook met politie Berkelland volgen natuurlijk. Dus daar zijn dan meer dan 5000 volgers. Dus dat is altijd superleuk. En als jullie niet inzetbaar zijn, dan zijn jullie bezig met papierwerkzaamheden? Onder andere zijn we met papierwerkzaamheden bezig. Ook hebben we nog een paar klusjes liggen. Ik hoorde net van de wijkagent, die had het over een aanhangwagen die dan ergens staat. Dus daar gaan we even langs de eigenaar. Omdat de aanhangwagen daar al vrij lang bleek te staan. Maar dan doen we dat soort klusjes. Personen gaan dan uitnodigen voor verhoor. Dan gaan we bij die persoon langs. Dus we gaan overal nergens zijn we te zien vandaag. Dus we afwachten wat er vanmiddag gaat gebeuren? Dat sowieso. Als we een melding krijgen, dan kunnen we nergens langs. En dan moeten we bij de melding blijven. Dat kan ook. We gaan het zien vanmiddag. We gaan het zien. Oké. Binnen. Was er precies aan de hand? Dat klopt, er is een aanrijding geweest tussen een auto en een fietser in Groenlo. Ja. En daar zijn geen gewonden bij gevallen, dus de fietser is niet gewond. Maar ze willen graag even de politie erbij om het papierwerk te helpen invullen, denk ik. En daar zijn jullie nu ook aan het rijden? Dus we rijden nu even naar Groenlo om daar even te kijken wat er van de politie verwacht wordt. Ja, de melding die we nu hebben is een verdachte situatie langs de Twente-route. Ja. En als ik het zo hoor wat daar aan de hand is, dan loopt een grote man zoekend rond. Dan denk ik dat daar een Duitse meneer paddenstoelen aan het zoeken is. Er wou niks aantroffen op de N18? Klopt. Komt dat vaak voor dat jullie dan voor niks rijden? Ja, dat komt geregeld voor en de ene keer heeft het natuurlijk ermee te maken dat de persoon in kwestie toevallig weg is. Hè, en dat heeft er ook al geregeld mee te maken dat burgers wat laat melden. Volgdienst Doetinchem. Jullie naam? Ja, goedenavond. Mijn naam is Jeroen Hebbing. Ik ben Jayan van politie Doetinchem. En wij gaan jullie vandaag volgen bij de volgdienst van Doetinchem. Waarom volgdienst? Nou, we hebben al meerdere volgdiensten gehad en we willen eigenlijk de mensen een inkijk geven van ons werk, wat we zoal doen. En dat gaan we doen om meldingen te plaatsen en te vragen waar mensen ons graag in de wijk willen zien. En meer interactie tussen ons en de mensen op straat. En de meldingen die jullie krijgen, die enigszins mogelijk zijn, die posten jullie ook op Facebook? Ja, we zetten zoveel mogelijk erop. En wat privacygevoelig is en niet kan, dat is natuurlijk niet mogelijk. Dus wat kan, zetten we erop. We gaan afwachten wat er gaat gebeuren. We wachten het af. Prettige dienst. Tjaien, we kregen een melding binnen. Wat is er aan de hand? We hebben net een melding gekregen van een woningbrand in Serenberg. Onbekend of de mensen thuis zijn of dat er nog wat meer aan de hand is. Daarom rijden wij samen met andere collega's, uiteraard de brandweer, met de sirene die kant op. Is er altijd een probleem dat je prio 1 rijdt, dat mensen niet weten wat ze doen moeten? Ja, wij merken wel dat heel veel mensen niet weten wat ze doen moeten. In een drukke stad is dat natuurlijk anders dan op de snelweg, dan is het wat makkelijker. Vaak gaat het wel goed. Je kan nou zelf ervaren hoe dat gaat, dus dan
mensen kijken niet ver genoeg voor zich uit en merken het pas later op. Maar jullie zijn toch nu zichtbaar? Ik bedoel, blauw, dat is toch, hoe opvallend wil je wezen? Ja, veel opvallender kan niet, maar toch zijn er mensen die niet in de spiegel kijken of die de radio hard hebben aanstaan of noem maar op en die hebben het gewoon niet in de gaten. Vrachtwagenchauffeurs hebben meestal wel goed in de gaten, die hebben meer ervaring op de weg, zeg maar, dus die doen dat vaak wel goed. Ja, oké. Dus deze blokt er mooi af en dan kunnen wij nu mooi door. Als jullie dadelijk een kruispunt benaderen, dan moeten we altijd wat inhouden. Mijn rol als bijrijder is om te kijken of er van rechts nu niks aankomt, het is nu vrij. Nou, we krijgen nu groen, dus we kunnen gewoon door. Gelukkig is die pas 7 maanden, dus ja. Van eigen zonder moutje. Ja, ik had het bij elkaar gemaakt en ik vond het goed. Politie, staan blijven! Wat gebeurt er? Nee, met politie, verder. Staan blijven! Politie! Oh ja! Weg! Zo, knel. We hebben hem aangehouden. Je bent aangehouden voor inbraak. Zo. Ik ga mee naar het politiebureau dadelijk. Geef je over? Ja, dat moet wel, hè. Oké. Meneer, gooi je wapen maar weg. Zo, knel. We hebben hem aangehouden. Hij gaat mee naar de gevangenis.